Het is bijna zover. Op 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen plaats. Dit is jouw kans om invloed te hebben op hoe jouw provincie en jouw waterschap er de komende 4 jaar uitzien. Door te gaan stemmen bepaal jij wat er de komende tijd gaat gebeuren in jouw regio. En dat kan zomaar nog eens invloed hebben op jouw leven. In deze video gaan 6 jongeren met elkaar in gesprek over waar deze verkiezingen onder andere over gaan. Thema's die ook jou raken. Denk hierbij aan de bouw van nieuwe woningen, banen in de provincie, het klimaat en ook niet onbelangrijk, hoe gaan we in Nederland om met het water? Laten we het er samen over hebben. De groen is allemaal heel leuk, maar als je ziet hoeveel mensen gewoon moeite hebben met de woning krijgen, ja, dan kan je het bijna niet maken om te zeggen, ja, ik wil een boompje hier, sorry. Kijk, je kan heel Nederland wel vol gaan gooien met allemaal betonblokken waar mensen kunnen wonen, maar uiteindelijk wordt het dan ook voor niemand leuker. Ik denk dat daar ook wel echt middenwegen in zijn. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er, dat er ook genoeg groen blijft om met je hond te gaan lopen of om in de zomer lekker... Ja, ik denk ook gewoon dat het belangrijk is dat er veel vooral oudere woningen komen. Zodat juist de oudere mensen die nu geen plek hebben om in een oudere woning te gaan wonen, dat die blijven nu in dat gezinswoning. En als een hele gezinswoning staat, ja, daar woont 1 of 2 oudere mensen. Dat juist die mensen naar een flatje kunnen, zodat mensen, dat starters kunnen beginnen in een zodat je meer doorschuiving hebt, ja. Zeg maar. In het Want ik denk gewoon dat de doorschuiving nu in Nederland gewoon helemaal... verkeerd loopt. Ja, zeker. Ik vind wel dat, ja, er zijn inderdaad wel middenwegen. Ik heb ook wel gewoon plekken gezien dat je ook gewoon moestuinen bovenop flats kan maken. Precies, er zijn heel veel verticale tuinen. Ja, precies. Nou, ik vind het wel echt belangrijk dat dat ook in, ik zou er niet moeten denken, ik kom zelf uit Amsterdam, dat ik niet meer in de zomer het Safari Park of, niet dat ze daar snel huis zullen gaan bouwen, maar ik bedoel meer dat je niet een park in de buurt hebt waar je even heen kan. Ja, klopt. Ik vind dat wel echt belangrijk, maar ja, natuurlijk wil ik ook straks een mooi huis waar ik, het is natuurlijk, het is allebei, het is veel moeilijk. Ja. Maar is hier bijvoorbeeld iemand die nu echt op zoek is naar een woning? Nou, ik zelf niet, maar ik, in het huis waar ik nu woon moet ik eigenlijk voor mezelf uit, omdat mijn huurbaas heeft besloten om €300 op de huur te gooien. En ik heb nu voor mezelf een nieuwe plek gewoon gevonden. Ineens. Ja, mijn 2-jarig huurcontract liep af. Dus voor mij was het gewoon de zaak om gewoon een nieuw huis te vinden. Mm-hmm. En ik heb zelf een nieuw huis gevonden, maar ik heb nu 2 huisgenoten die wel met echt torenhoge huur zitten. Hoe lang heb je gezocht? Ja, ik ben echt wel 1/2 jaar gewoon intensief op zoek geweest om gewoon iets nieuws te vinden wat ook naar wens is, zeg maar. En op een gegeven moment worden je eisen steeds minder. Ja, en je gaat maar gewoon gaan inleven. Veel kleiner voor lief nemen dan dat je eigenlijk nodig hebt. Ja. Dus ja, dat is dan wel weer lastig om... Ja, daar weer die afweging in te maken. En je 2 huisgenoten hebben dus nog steeds niks. Die zoeken nog steeds een huis. Maar gaan die dan nu terug naar hun ouders? Nee, die blijven daar dus nu wel zitten, maar dat betekent dat meer gaan betalen. Ze gewoon €150 extra huur moeten gaan betalen op een op maandelijkse basis. Ja, dat is taai. Dus daarin vind ik wel echt dat het bouwen van huizen gewoon heel belangrijk is. Ook gewoon voor de jeugd en voor alle jongeren en studenten. Kijk, ze willen alles beter maken in Nederland. Maar ja, het moet ook ergens gaan beginnen, zeg maar. Maar openbaar vervoer is voor iedereen toch gewoon goed? Ja, nee. Sowieso. Ja, ik zou ook wel meer openbaar vervoer. Ja, als je openbaar vervoer hebt voor bijvoorbeeld de bus, maar de trein is wel gewoon echt duur als je geen OV hebt, gratis OV. Inderdaad, je merkt wel de laatste jaren dat het OV super duur wordt en minder toegankelijk wordt voor iedereen in Nederland, denk ik. Terwijl het eigenlijk een van de meest milieubewuste vervoersmiddelen is. Dus dan... Nou, ik vind vooral, je kan wel op gaan schalen in OV, dus dat er meer OV komt, maar ik vind ook dat OV vooral goed geregeld moet zijn. Want dat, ja. Ik heb heel vaak ook echt voor een bus staan te wachten dat hij niet komt, of dat er dan weer werkzaamheden zijn, waardoor omleiding, dus of dat er treinen uitvallen, stakingen. Dus je kan wel op gaan schalen of meer, maar dan moet het ook goed geregeld worden, want anders heeft het helemaal geen zin.
hoeft niet per se meer, maar misschien ook betere fietspaden. Ja. Zeg maar, sommige hebben ook niet eens licht of zo. Zeg maar, bijvoorbeeld in de stad en zo wel, maar bij platteland of zo, daar heb je wel minder goede fietspaden, denk ik. Maar hoeveel mensen gebruiken nou echt die fietspaden of nou, die wegen? Veel. Veel? Ja, echt? Als je bijvoorbeeld de vergelijkenis maakt met de fietspaden in Amsterdam, die zeg maar gewoon een aparte rijbaan zijn, en de fietspaden in dorpen, die gewoon op de autorijbaan zitten, zit daar nog wel een soort van verbetering in voor veiligheid en dat soort dingen. Klopt, als je zeg maar van die lange wegen hebt, Noord-Holland in, waar dan een fietspad, waar mensen echt veel te hard rijden, ja, is dat alleen maar heel gevaarlijk, ja. Ja, nee, dat is wel waar. Toch zou ik dan denk ik eerder persoonlijk meer inzetten op beter OV, ja. Dat iedereen gewoon overal makkelijk heen kan. Als je meer ruimte voor water hebt, dat betekent niet dat Nederland natuurlijk gelijk onderloopt. Bijvoorbeeld de kast van de opa en oma van mijn vriendin, die is gewoon tot de grond gegaan en dat heeft de provincie heeft dat dan overgekocht. En die hebben daar gewoon een heel groot meer van gemaakt om water dus eigenlijk ja, te laten gaan. Dat is gewoon heel veel vierkante meter aan water is erbij gekomen. Mm-hmm. Dus in principe is dat ook wel een misschien goedkopere investering voor de overheid. Is ook duur, maar een goedkopere investering om water dan kwijt te kunnen in plaats van het alleen maar tegen te houden, bedoel je? Ja. Dus wellicht dat dat een optie zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus daarom ben ik wel voor meer water toelaten. Als ik denk aan hogere dijken, besef ik niet hoeveel geld dat eigenlijk allemaal kost. Dat vergeet ik eigenlijk een beetje. Nee. Een dijk is echt duur. Ja, ja, ja. En dan moeten wij dan betalen natuurlijk. Ik weet ook niet of het nu echt nodig is om zeg maar hogere dijken te bouwen, zeg maar. Nou ja, met klimaat. Het water loopt alleen maar op. Ja. Het loopt alleen maar op, maar hoeveel jaar gaat het nog duren? Omdat, zeg maar, is het iets wat op lange termijn nodig is of is het iets wat we nu echt nodig hebben? Dat duurt ook heel lang om te bouwen en echt om goed neer te zetten. Dus dan moet je daar bijna nu al mee beginnen. Ja, dan moet je ook weer op tijd mee beginnen. Ik denk wel dat we nu een beetje überhaupt in de wereld op een soort kantelpunt zitten wat betreft klimaat. Dat we nu echt het is nu iets doen of nu gaan tegenhouden of iets wat we al hebben veroorzaakt eigenlijk. Ja. Iets gaan komen, anders lopen we straks gewoon onder water. Nou, ik kom zelf dan uit Limburg oorspronkelijk. Ik woon nu in Utrecht. Maar dat is natuurlijk een aantal jaar geleden volgens mij, was dat helemaal ondergelopen. Dus daar konden we het water gewoon wel echt niet kwijt. En dan zit je weer met woningen. Ze willen nu juist helemaal grond en willen ze voor woningen gebruiken, toch? Heel diep gaaf. En dan is het groen ook nog weg. En dan ook nog, oh joh. Als het gebeurt, dan ja, dan liever heb ik dan toch liever een goeie stevige dijk, hè? Ja. Een oer-Hollandse dijk. Ja, maar nu was Limburg aan de beurt, maar het kan ook zijn dat de stijl komt echt zo superveel, dat ook gewoon andere steden, zeg maar. Ja, de Randstad bijvoorbeeld. En als je dan gewoon goede dijken hebt, ja. Dit zijn eerst de grachten van Amsterdam overlopen. Ja, ik denk dan meer waar ga je het anders zetten. Toch? Ja. Ja. Steden zijn ook vol. Ik denk dat ze dan gewoon eerder wat aan hun vervuiling moeten doen, dan het meteen dan helemaal verplaatsen. Ja. Tuurlijk is het belangrijk dat mensen werk hebben, maar ze kunnen ook werken in groenere fabrieken, bijvoorbeeld of groenere bedrijven. Dus ik vind dat we daar dan, dat daar meer verandering in moet komen. Ja, ik vind het echt belangrijk daarover. Maar ja, in principe als je al die fabrieken gaat sluiten omdat ze milieuvervuilend zijn en er komen weet ik het hoeveel werklozen bij. Ja, ik denk niet dat dat de oplossing is. Nee, dus zeker niet. Dus ik zou dan eigenlijk niks doen en meer inzetten op handhaving van, joh, als je deze eisen niet haalt met je bedrijf, krijg je deze boete. Dus niet, dan moet je je tent gelijk sluiten, maar gewoon, joh, dan krijg je deze 2 ton boete. Als je niet aanpast binnen 3 maanden, krijg je weer 2 ton boete. Maar gebeurt dat niet al? Ik denk dat de handhaving er gewoon niet is. Maar dat kan ook omdat de capaciteit er niet is om het goed te handhaven. Dat weet ik niet. Groen is ook heel belangrijk, maar ik denk echt dat de mensen die we nu hebben, dat we daar ook voor moeten zorgen. En sommige mensen hebben echt die banen nodig. Nee, tuurlijk. En om te zeggen, ja nee, ze moeten weg omdat het niet groen is. Dat is niet hun schuld, dat is het bedrijfsschuld. Dus straf die bedrijven. Ja, maar ze werken wel voor het bedrijf. Zij maken er zelf ook de keuze om zeg maar, voor een bedrijf te gaan werken die zo vervuilend zijn. Ja, maar ja, het is ook de keuze. Om salaris te krijgen en je kinderen te kunnen onderhouden. Ik heb ook een keuze om te eten. Dat is ook de keuze. Nee, maar dingen waar ik niet per se bedoelde, meteen een lokker op, maar inderdaad wel gewoon, er moet wel echt strenger op
gehandeld ja, worden. Want ja, daar ben ik het wel als mee er geen consequenties op zitten, dan gaan ze zichzelf ook niet verbeteren. Mm-hmm. Dus maar dan blijft het super vervuilend. Niet meteen een slot erop van, yo, iedereen ontslagen. Maar gewoon, er moet wel echt wat gebeuren. Ja, dat 100%. Ja, maar dan hetzelfde als wat Kevin zei met die boetes en zo. Dus dan dat inderdaad boetes en dan handhaven. Ja, dus straf de bedrijven, niet de mensen. Het zijn dus echt onderwerpen die voor ons jongeren ook belangrijk zijn. Dus laten we samen zorgen dat we onze stem laten horen en meebepalen over de toekomst van Nederland. Ga op 15 maart stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en laat jouw stem horen. Vergeet hierbij niet je twee stempassen en je ID, want anders kan je geen kant op. Ga stemmen!